Hallo, ik ben Margot. Mijn ouders zeggen al heel lang, Margot die heeft altijd een plan. Klopt ook wel. Kleine geschiedenisles. Toen ik een niet gênante en net afgestudeerde puber was, ja, ik weet het, ik ben fire. Ging ik een jaar in Kansas wonen. Bye-bye. Daarna kwam ik terug naar Antwerpen om taal en letterkunde te studeren. En tijdens mijn masterjaar fixte ik een job bij de brandweer. Tijdens mijn laatste week omringd door knappe brandweermannen werd ik aangenomen als communicatie- en marketingpersoon bij een ander bedrijf. Ik heb dus al heel mijn leven een plan en ik heb altijd mijn volgende stap klaarstaan. Tot nu. Ik ben na 6 maanden gestopt bij mijn job omdat ik zin had in iets nieuws. Ik wilde coole dingen maken. Welke dingen? Muziek. En televisie. Met de muziek ben ik al bezig, maar voor de televisie heb ik een team nodig dat mij erbij wilt. Met andere woorden, ik zoek dus naar een job. Ik ben niet super goed in niks doen, dus ik maak van mijn zoektocht naar een job een klein projectje. Met een paar jolige filmpjes kan ik me rustig in stilte bezighouden met leuke dingen maken, terwijl ik zoek naar werk. Ik heb al een paar manieren gedacht om dit verhaal te vertellen en de grootste struikelblok bleek te zijn dat ik geen team heb en geen budget. Hier volgt een bloemlezing van een paar afgekeurde formats. Dus Laura, vertel eens, waarom is Margot exact zo'n perfect en prachtig persoon? Zeg, dan is het misschien gewoon zo van, hey, Margot is perfect en geweldig op elk mogelijk vlak en een perfecte toevoeging voor elk team of zo. En ze is ook prachtig, zeg dat ook maar. Is het niet de bedoeling dat ik dat zelf verzin, mijn antwoorden? Ben ik niet prachtig of zo? Margot, ik lijk zelfs niet een beetje op u. Die pruik is zelfs niet de juiste kleur. Shh. Hadden we niet beter Laura dit laten doen en mij niet documenteren? Doe gewoon wat ik zeg. Maar zeg, ik stond een hele nacht lang solliciteren. Of ja, eerder solliciweren. Bon, die ideetjes halen dus de finishlijn niet, om duidelijke redenen, denk ik wel. Dus is het dit geworden, een beetje een combinatie van alles wat. Net zoals mijn skillset. Ja, dan moet ik misschien even verduidelijken. Deze filmpjes doen ook deels dienst als sollicitatiehulpstukjes om een beetje te tonen dat ik graag bezig ben met dingen te maken en verhalen te vertellen. Dus ik ga elke video wel eindigen met een klein promostukje. Moet dat eens kunnen, denk ik zelf.